Mevrouw, hoe is dat? Dan staat u hier en is die ontmoeting daar. Nou, toch met een trillend hart, moet ik zeggen, met behoorlijk wat emotie. Ik vind het toch, het heeft toch een impact. Ja. En ik ben fier om hier te staan, maar ik sta hier wel in naam van al onze vrijwilligers op het tuincomplex. En niet alleen voor mezelf. Misschien kunt u het even voor onze kijkers uitleggen. Voor welke organisatie de vrijwilliger staat u hier? Ik ben lid van Amateurtuindersvereniging Eigen Arbeid. Daar ben ik bestuurslid. En ik werk ook mee in de groep van Natuurlijk Tuinieren. En in die twee hoedanigheden ben ik dus vrijwilliger. Maar we hebben 106 vrijwilligers. Dus het is eigenlijk, ik ben maar een heel kleintje in de hele moot, in het hele geheel. Dat is altijd mooi, dat zeggen heel veel vrijwilligers. Ja, die zeggen altijd van ja, ik ben niet zo belangrijk, maar met elkaar ben je dat wel. Met elkaar zijn we belangrijk. En we stimuleren elkaar, we geven elkaar een boost, we geloven in hetzelfde. We hebben een schitterende voorzitter die ons stimuleert, die in ons gelooft. En dat is het, dat maakt het helemaal, dat is de formule. We eindigen met datgene wat hier vandaag het thema is, lange leven de club. Ja, zeker weten. Mooie dag zo. Dank u vriendelijk, dank u.